Katholiek Groesbeek is in de rep en roer. De bouwkeet en de bouwhekken bij het kruisbeeld aan de Stekkenbergen in Groesbeek moeten daar weg. Het kruisbeeld is gezichtsbepalend en nu niet meer toegankelijk. En het perkje wordt ontsierd. Dat zeggen Hans Peters en Wiebo Kersten van de politieke partij Sociaal Groesbeek. De plek wordt dus oneigenlijk gebruikt. Het is niet de eerste keer dat er commotie is rondom het kruisbeeld. Een kleine acht jaar geleden stond er vanwege de herstructurering van de wijk Stekkenberg een groot reclamebord pal voor het beeld. CDA Bergendal en Sociaal Groesbeek waren woedend, evenals de omwonenden. Het bord is toen verplaatst.